De Betuwse praatjes van Hannes herleven in boekvorm. Op maandag 21 november verschijnt een 160 pagina's tellend boek met een selectie uit de columns die Hans van den Hatert 35 jaar lang schreef voor dagbladen als de Tielse Courant en het dagblad Rivierenland. En bijzonder welkom aan Henk Zomerdijk, al burgemeester van Echtop en ook een goede vriend van Hannes. En die zal het dadelijk de eerste woord in ontvangst nemen. De burgemeester van Kiel, Leenhakker, zou het aanvankelijk ook maar deze overzien als privéomstandigheden. Helaas verhinderd. Wel in zijn vandaag de meneer Medersen, de lokale burgemeester van Kiel gekomen. Joost, hartelijk dank voor meneer Medersen. We hebben ook nog mensen die heel belangrijk zijn voor de groep en dat zijn twee sponsors. Die moet ik toch even noemen in het gezelschap. Dat zijn EP personeelsdiensten in Tiel en de heer Van Kempen uit Tiel. En dankzij de sponsoring, dames en heren, kunnen wij nu een boekje aanbieden met een zeer aantrekkelijke prijs van 9,95, dus onder een tientje. En dat is in deze tijd natuurlijk erg welkom. Ja, Weer praatjes van Hannes. Bij een bezoek aan het Historisch Museum in Ommeren, om daar nog allemaal stoelen te zien. Je moet er, als je dat nooit verwijst, moet je er echt een keer naartoe gaan. Het is schitterend. Echt een heel mooi streekmuseum. En daar staat één stoel, en dat is een stoel uit de raadzaal van Echtop. En dat is een stoel waar ik jaren op gezeten heb, met een mooie wapen er nog in geweven. En dat was de stoel van Hans van den Hatert. En daar sluit ik mee af. Ik wil Hans van den Hatert postuum de burgemeester van het Betuwse Lek noemen. Ja.